Hallo. Nou, voor de mensen die me al hebben gezien, ja, ik was ook bij het vorige protest op het Malieveld. Bij April Joffrey, 18. En ja, ik ben in Rotterdam Centrum geboren met een onbekende nationaliteit. Bij het vorige protest waren we bij dat onderwerp gekomen en het onderwerp raakt me. Het is iets waar ik niet vaak over heb. Omdat het iets is dat me heel erg raakt van binnen. Het is ook iets dat ik zelf niet in controle heb. Maar vandaag wil ik die controle van degene die het hebben, wil ik het afpakken. Vandaag heb ik die controle. Vandaag kan ik zeggen wat ik wil zeggen. Nou, mijn nationaliteit. Een paar kleine letters dat een groot deel van mijn leven heeft bepaald. 40.000 mensen in Nederland. Van de 17 miljoen mensen in Nederland hebben een onbekende nationaliteit. Dat is een hele kleine fractie van alle mensen die hier wonen. En ik ben daar één van. Nou, 12.000 mensen van die 40.000 mensen die een onbekende nationaliteit hebben, zijn staatloos. Ik heb geen staatloze titel, maar ik heb wel de onbekende nationaliteit. Ja. Nou, zoals ik al zeg, ik ben April Joffrey. Ik ben 18 jaar. Ik ben geboren in het Havenziekenhuis Rotterdam, in Centrum. En ik heb sinds kleins af aan, gewoon sinds dat ik geboren ben, heb ik een onbekende nationaliteit. Mijn ouders komen uit Zuid-Soedan en Nigeria. Mijn moeder is naar Nederland gekomen als een vluchteling. En mijn vader zit niet meer echt in het plaatje. Ja, daarnaast heb ik ook nog twee andere broers die ook zijn geboren in Nederland. Zeist en Capelle aan de IJssel. En hun hebben ook een onbekende nationaliteit. Nou, vaak als ik mensen tegenkom, maakt niet uit waar. Het kan de meest random plekken zijn. Bijvoorbeeld bij een sollicitatiegesprek krijg ik hetzelfde antwoord of dezelfde vragen. Wow, daar heb ik nog nooit van gehoord. Of hoe kan dat? Hoe kan je een onbekende nationaliteit hebben, maar je bent hier geboren, getogen, dit is het enige wat je kent? Ik heb nog nooit de binnenkant van een vliegtuig gezien. Ik heb geen idee hoe Nigeria eruit hoort te zien, alleen van plaatjes op Google. Ik heb ook geen idee wat überhaupt de cultuur is van Zuid-Soedan. Ik ben heel erg uncultured rond dat gebied. Heel veel van mijn heritage qua cultuur, wat hoort aangeleerd te worden vanaf kleins af aan, heb ik niet. Dus mijn Nederlandse identiteit is het enige wat ik heb. En dan kom je in het land, je bent hier geboren getogen, en dan heb je letterlijk mensen die naar je kijken, zo van, je hoort hier niet thuis. Maar ik ben even Nederlander, ik ben gewoon even Nederlands als bijvoorbeeld Lieselot of Kees of whoever. Thuis, ik spreek alleen maar Nederlands met mijn moeder. Mijn moeder kan vloeiend Nederlands. Ook al is ze hier niet geboren. Ze woont hier al 20 jaar plus. Ik spreek geen andere talen. Dit is het enige wat ik ken. Dus hoe heeft mijn broer en ik, hoe zijn wij minder Nederlands als dit het enige is wat we hebben? Ik heb niks anders. Dit is het enige wat ik ken. En het enige wat ik waarschijnlijk zal kennen. Maar ja, mijn antwoord vaak tegenover degene
die me zulke vragen stellen is, ja, vraag dan die IND. Ja, ik kan er weinig aan doen. Ik heb niet in controle. We hebben meerdere aanvragen gedaan sinds 2004. Ik ben geboren in 2002. Maar elke keer is het een ander antwoord. En ik ben er gewoon ziek van. Voor mij is racisme is zo'n groot probleem. En het is echt een systematisch probleem. Want nu is Sinterklaas over. Maar we moeten niet zulke problemen vergeten. Deze problemen zitten in het alledaagse leven. Maar worden niet opgemerkt. Of worden gewoon onder de tapijt geschoven. Achtergelaten. Niemand boeit het echt. Maar het is iets waar ik elke dag mee moet leven. Ik kan werken in Nederland. Ik kan een huis krijgen in Nederland. Maar ik heb niet de Nederlandse nationaliteit. Ik betaal belasting net als een Nederlander. Ik heb niet de Nederlandse nationaliteit. Het is een recht. Een recht, als je hier bent geboren, dat je een Nederlander bent. Het is iets dat ik al heb verdiend sinds geboorte, maar niet aan mij is gegeven. En vandaag ben ik hier om mijn stem te laten horen voor degene die hetzelfde voelt als mij. Want dit is een recht die ons is ontnomen. Als je mijn afro, mijn gekleurde, gedijde afro, mijn bruine huidskleur, zou veranderen naar lang, stel haar en de kleur van parels, zou ik überhaupt deze vraag moeten stellen? Zou ik überhaupt hier moeten hebben staan? En dat, jongens en meisjes, dat is systematische racisme. Je wordt gediscrimineerd over iets waar je niks aan kan doen. En dat is alles wat ik te zeggen heb eigenlijk. Nog een keer voor April. Want laten we niet vergeten dat we staan voor de generatie na ons. En April, jij staat hier voor ons, maar wij staan hier ook voor jou.